Ik zie jullie met tassen, ik zie jullie met lampions. Nou ja, kan eigenlijk niet missen, maar wat gaan jullie doen? Sint Maarten lopen. En normaal gaan jullie langs huis, maar jullie gaan langs de winkel? Ja. Of gaan jullie straks ook langs de huizen? Dat weten we nog niet. En kunnen jullie een beetje zingen? Ja, ik denk het wel. Denk je het wel? Nou, ik weet het niet. Ik wil het wel eens horen. Oké. Okay. Ja? Ziet dat toch? 1, 2... Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Applaus, ik vind dat jullie een snoepje mogen halen. Gaan we naar binnen toe. Sint Maarten, wij hebben geen staarten, wij mogen geen rokjes aan, daar komen de gangsters aan. Nou, heel uniek, echt. Nog niet. Mooi. Dit één keer voor ons zingen, heel hard. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Je hebt een mooie. Waar heb je die gekocht? Die heb ik zelf gemaakt. Heb je die zelf gemaakt? Waar, op school? Nee, gewoon thuis. Oh, creatief. Wat leuk. En is dat Sint Maarten die erop staat? Nee. Ik heb geen idee hoe die man eruit ziet. Mooi. Hey, kunnen jullie een beetje zingen? Ja. Nou, laat het horen. Ja. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Ga jij naar de kapper toe? Nee. Nee? Wat ga je dan doen? Sint Maarten lopen. En jij dan? Moet jij naar de kapper toe? Nee. Niet? Je hebt zo'n mooie lampion. Oh, en wat gaan jullie dan doen dan? Sint Maarten. Kunnen jullie dat wel? Ja. Hi, Sint Maarten. En de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. En als dat niet zo goed was? Ah, dan kregen ze hem ook. Dat is altijd prijs. Verwachten jullie veel? Nou, het loopt behoorlijk door, ja. Ja. Denk je dat je genoeg hebt? Ja, anders ik heb nog een zak reserve. 1, 2, 3, nu zingen! Sint Maarten. We hebben staarten, meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sinterklaas aan. Zit mijn rok goed, jongens? Ja, fijn. Nou, succes! Dan mijn lichtje, 11 november is de dag. Dan mijn lichtje branden mag. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. Meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Kijk, er staat hier een vrouw. Ja, hè? Leuk, joh. Heeft mama die ook geknutseld voor jou? Ja. Ja, en kunnen jullie ook zingen met z'n drieën? Ja, we zijn met z'n meerdere. Met z'n allen. Oh, mijn mooie groene. Had ik je helemaal vergeten. Kun je ook zingen? Nou, allemaal heel hard. 1, 2... Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Ah, heel mooi. Ik wil dat jullie een snoepje mogen pakken. Lekker ouderwets snoep. Geen wortels, geen mandarijntjes, geen bleekselderij, gewoon lekker snoep. Oh, je hebt snoepjes. En jij hebt een, wat is dat van die? Een lichtstaaf. Een lichtstaaf, oh, dat is ook wel heel handig. En je hebt gewoon een piertje, dat is ook heel leuk. Of bij de hoe heet het ding nou, lampion verloren? Nee, dat is zo. Ook heel leuk. En je hebt gewoon een heerlijke lampion. Ja. Ga maar hier staan. Ook in de auto staan. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Mooi hoor. Kies maar wat lekkers uit. Veel plezier. Kap Sint Maarten aan. Mooi hoor. Kies nog wat lekkers uit. Sint Maarten, er lopen twee tomaten. De ene heeft een petje op, de andere heeft een kale kop. Applaus.
Jullie moesten op het podium staan. Hoe vond je dat? Cool. Ja, vind je het eng? Nee. Hoe bent u op dit idee gekomen? Dit vind ik uniek. Dit is gewoon leuk. Ik bedoel, dan weet je duidelijk dat het hier is. Ja, en ik had zo'n dikke radio van mijn zoons. Ik denk, die neem ik mee vandaag. Maar we doen hier eigenlijk al een jaar of vijf met z'n drieën samen. En dan even een klein podiumpje erbij. En dan zie je gelijk of de podiumbeesten erbij zijn of niet. De ene die zegt, daar begin ik niet aan de microfoon. En de ander vindt het hartstikke leuk. En ach, dit is gewoon grappig. Ja, 11 november, natuurlijk Sint Maarten en natuurlijk mag Zwiertje in Hart op mijn broek niet ontbreken. Normaal hele mooie vuurkorven en nou, misschien wel honderden kinderen, want het staat er altijd vol. Ja, het zijn geen vuurkorven, ook niet zoveel kinderen, maar genoeg kinderen om toch leuk Sint Maarten te vieren. En Zwiertje die staat daar met frikadellen en allerlei andere hapjes met patatjes tussendoor, dus het is één al gezelligheid hier. De koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Zwiertje aan. Hallo. Hi. Hi Zwiertje. Ja. Goedemiddag. Dankjewel. Volgend jaar doen we weer een vuurkorf. Okay. Ja. Oh, en dan gaan we ook weer knapvoortje. Sint Maarten, koeien hebben staarten, meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Oh, mooi. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Dag mevrouw, dag meneer, nou daar staan we nou, met een lichtje aan de deur en een kleur van de kou. Sint Maarten, Sint Maarten, dag mevrouw, dag meneer, nou daar gaan we weer. En de zakken goed gevuld. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Nou, fantastisch. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Heel origineel, dames. Dankjewel. Ja, origineel.